Wat je nu ook weer doet, je beschrijft eigenlijk een foto. En een foto moet altijd een verhaal hebben, hè? Ja, ik ben niet iemand van het genre van een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ik vind het altijd leuk als ik een foto kan tonen en het daarbij dan ook nog wat informatie geven. Dat het ook een diepere context, bijvoorbeeld met zo'n olifantenpad, zoals je ziet. Daar heb ik dan bij elk olifantenpaadje de terreinwinst opgemeten die de olifantenpadengebruiker boekt ten opzichte van de bedachte route. Weet je wat dat is aan een olifantenpaadje? Ja, of nu zie je het. Ja, ja. Waar je als eerste even gaat. Afsnijden. Ja, dat je een klein stukje kan afsnijden. Ja. En waarom heet dat een olifantenpad? Ja, dat komt uit, denk ik, een metafoor uit de jungle, bijvoorbeeld in Thailand, waar olifanten die kunnen echt van A naar B. En die stampen dat er gewoon. Bedenken in. Gewoon van, nou, neem nu deze route, ook al is dat helemaal niet de route. Dat denk ik. Zij zetten de route. De olifantenpad is de eerste die dat doet, is een olifant. Die maakt de route voor de anderen. Ja. En daardoor krijg je dus ook dat het inderdaad een alternatief pad. Hebben jullie iets met fotografie? Hebben jullie foto's hangen thuis bijvoorbeeld? Of? Alleen schilderijen. Alleen schilderijen heb ik hangen. Maar ik vind fotografie ik vind het heel fascinerend hoe je dat dan bedenkt. Dat je, hoe kijk jij? Weet je? Je fietst of loopt dan ergens en opeens denk je, waarom is dat olifantenpad daar? Ja. En toen had ik een keer 5 gefotografeerd en dan zet ik er achter elkaar. Dan denk ik van waarom bedenken die stedenbouwkundigen gewoon niet de kortste weg van A naar B? Hoe moeilijk kan het zijn? Overigens, dat heb ik wel eens begrepen. Dat ze bijvoorbeeld, dat er ook landen zijn, bijvoorbeeld dan wordt er een universiteit opgeleverd. Klopt. En dan leggen ze nog helemaal geen paden aan. Een experiment. Dan gaan ze gewoon kijken hoe mensen gaan lopen. En in Delft-Tantof hebben ze dat ook geprobeerd. Ja, dat werkt perfect. Geweldig. Ja.